Goedemiddag, welkom bij Bax Music. Vandaag wil ik jullie meenemen in de wondere wereld van de luidsprekers, studiomonitors, productiemonitors, zoals je achter me kan zien. Als beginnende producer of DJ kan je door de bomen het bos misschien niet meer zien als het gaat om luidsprekers. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en je budget is misschien beperkt. Voor die mensen hebben wij onder andere luidsprekers van ons huismerk, actieve studiomonitoren van Divine, 6-inch woofer, 1-inch tweeter. Er zit een bi-amp versterkingsmodule in, dat wil zeggen een losse versterker voor het hoog en een losse versterker voor het laag. En je sluit hem rechtstreeks aan op je computer, je DJ-set, je MP3-speler, je audio-interface, eigenlijk elke geluidsbron die je kan voorstellen. Nou, naast speakers van ons eigen huismerk hebben we natuurlijk ook de welbekende merken. We hebben onder andere speakers van Pioneer. Aan de andere kant hebben we KRK staan, de meeste mensen herkennen deze speakers wel, aan een gele woofer, een tweeter. En als je een stukje verder kijkt, kom je uit bij onder andere ook merken als Tannoy. Dit zijn speakers die zitten gemiddeld tussen de 5 en de 6,5 inch qua formaat van de woofer. Wat voor de meeste slaapkamer-dj's, beginnende producers in kleine ruimtes, meer dan genoeg is. Heb je een grote ruimte en heb je te weinig laagweergave, dan zou je ervoor kunnen kiezen om een speaker te nemen met meer laagweergave en meer vermogen. Maar in een kleine kamer levert dat eigenlijk alleen maar problemen op. Ben je nou een veeleisende producer of DJ, heb je wat meer te besteden en wil je graag voor echt een wat hogere range gaan, dan hebben we die optie natuurlijk ook. Er zijn ontzettend veel merken die ook in het hogere segment verkrijgbaar zijn. Zoals je achter me kan zien, we hebben Head, Focal, Eve, Neumann, Adam en ga zo maar door. Al die speakers hebben natuurlijk hun eigen specificaties. Hetgene wat het meest opvalt is het verschil tussen een tweewegsysteem en een driewegsysteem. Een tweewegsysteem bestaat in feite uit een woofer en een tweeter die voor het hele frequentiespectrum zorgen. Bij een driewegsysteem wordt het opgesplitst tussen een woofer, een middentoner en een tweeter. Dat betekent dat elke driver minder voor zijn kiezen krijgt en meer detail kan weergeven. Waarom zou je nou kiezen voor een duurdere studiomonitor in tegenstelling tot een goedkopere studiomonitor? Een duurdere studiomonitor bestaat doorgaans uit betere componenten. En die betere componenten die resulteren in een strakkere laagweergave, een betere frequentierespons en een beter stereobeeld. Goed, nou kan het natuurlijk zijn dat je een hele mooie studiomonitor set hebt. Twee stuks, links en rechts. Hartstikke fijn. Alleen, er ontbreekt wat. Er zit iets mist aan de onderkant. Je mist een beetje die punch, dat laag. Nou, in plaats van dat je gelijk op zoek moet gaan naar een grotere speaker met grotere woofers, kan je natuurlijk ook gewoon een actieve subwoofer overwegen, zoals we hier beneden hebben staan. Het voordeel van deze subwoofers is, je kan ze gewoon doorlussen naar je toppen toe. Dus je gaat vanuit je geluidsdrager, bijvoorbeeld je audio interface, rechtstreeks de subwoofer in. En vanuit de subwoofer ga je dan naar de linkerspeaker en de rechterspeaker. En het voordeel daarvan is, in de subwoofer zit een crossover. Die crossover die bepaalt de frequentie tot waar de subwoofer doorloopt. En vervolgens vanaf waar de toppen beginnen, zodat je geen overlappende frequenties hebt. Dit was een kleine intro in de wereld van studiomonitoren. Het is natuurlijk maar heel beperkt. Voor meer informatie en om zelf een keer te komen luisteren, nodigen we je graag uit in een van onze filialen.